Deze keer, dames en heren, zijn we niet in mijn eigen kamer waar we het vlog doen. Maar we zijn in een heel mooi operatheater. Kijk maar eens even hoe prachtig dit is. Wat een mooie ornamenten, hè? Wat een ruimte. En als je dan denkt, hoeveel mensen kunnen hierin? 1100. Dat lijkt dus heel klein, maar het is voor een operatheater, daterend uit 1792, heel erg groot. Maar waar zijn we? We zijn in Venetië, namelijk in La Fenice. Het prachtige operahuis wat in 1996 in brand gestoken is. En wat weer helemaal opnieuw opgebouwd is. En wat de naam heeft La Fenice. En dat betekent ook uit het vuur opgerezen, de vuurvogel. Het is heel leuk hier te zijn. En wat ik doe hier, ik werk met het orkest van La Fenice. Met twee werken van Bach. Maar vooral met Beethoven, symfonie nummer 2. Alles staat klaar voor de beide Bach-suites die hier vanmiddag uitgevoerd gaan worden, waar we zo de generale repetitie van hebben. U ziet het klavercimbel staan. Als u even nog een klein stukje verder gaat, dan ziet u het staan. Een rood instrument, gemaakt in Italië. Het wordt bespeeld door mijn vrouw, Tini Matteau. En nadat we die twee suites gedaan hebben, moet het helemaal opgeruimd worden. Er komen er nog meer mensen te zitten. Maar de stoelen staan al klaar voor de Beethoven die daarna komt. Vanuit dit theater, nu niet zoals bij het Amsterdam Barokorkest en koor met historische instrumenten, maar met moderne instrumenten, worden Bach en Beethoven gespeeld. Het is interessant te zien dat veel van de muzici hier instrumenten spelen die uit de 18e eeuw dateren en zijn omgebouwd, zoals vele instrumenten die tegenwoordig in moderne orkesten gebruikt worden, om meer volume te krijgen, waarop metalen snaren zitten, waar men met een andere strijkstok speelt. En als je de blazen ziet, heel veel kleppen op de hobo's, op de fluiten. Dus een heel ander instrumentarium. Wat ik probeer, is met zo'n orkest toch een klank te krijgen die een beetje dichter de klank van de oude instrumenten benaderd. En daar kom je halverwege mee. Maar het is leuk om te zien dat mensen bereid zijn en heel geïnteresseerd zijn ook om op een andere manier muziek te maken. Dus niet alleen maar met enorm dik vibrato te spelen, maar echt te proberen in de stijl van de barok te komen. Dit theater werd geopend met een opera van Paisiello. Maar hierna werden beroemde stukken voor de eerste keer uitgevoerd hier. Als je denkt aan Verdi, Rigoletto, La Traviata. De hele ring van Wagner ging hier in première. Dan kun je bijna niet voorstellen dat een theater wat maar 1100 mensen heeft, dat dat daar kon. Verdi kennen we uit Verona, uit de amfitheater wat daar is. We kennen Wagner uit Bayreuth, waar dat enorme theater nu staat. Maar ook in hun tijd waren de theaters allemaal veel, veel kleiner. In deze prachtige werken die hier uitgevoerd zijn de eerste keer, die nu natuurlijk allemaal heel bekend zijn, waren natuurlijk toen hele kritische mensen die daarnaar luisterden. En de een vond het mooi, de ander vond het helemaal niks. En als je nou denkt met zo'n brand die hier geweest is, tot twee keer toe, wat daar verloren is gegaan aan instrumenten, aan meubilair, aan prachtige ornamenten die je hier ziet, maar ook aan autografen, handgeschreven partituren van componisten, brieven die er waren. Een enorm verlies wat je eigenlijk niet zou willen. Maar ja, het is gebeurd en moedwillig gebeurd hier, want de brand is aangestoken. De mensen zijn uiteindelijk ook veroordeeld, hebben lange gevangenisstraffen gekregen. En ze waren midden in een restauratie die niet afkwam. Ze waren te laat en daarom dachten ze, nou, kunnen we dat het beste door een brand te maken, kunnen we dat allemaal een beetje verfoezelen. Maar het kwam toch uit dat het aangestoken werd. En men heeft opnieuw de zaal gerestaureerd. En als je nou hier denkt dat het woord nep is natuurlijk heel slecht en een heel lelijk woord, want het is eigenlijk heel mooi gedaan. Ik vind dat je vooral bij de schilderingen die overal zitten kunt zien dat het
gemaakt is heel kort geleden. Maar de ornamenten, wat zijn Italianen handig en knap om dat allemaal te kunnen imiteren, allemaal na te kunnen maken. Er was een film uit de 50e jaren waar alle details stonden en waar je echt alles kon zien en ook daarmee kon je reconstrueren. En ja, als je hier binnenkomt en je kijkt gewoon niet naar de schilderingen, dan zou je direct geloven dat het een authentiek theater is. Niks, geen nep, maar echt. Heel veel opera's zijn hier gepremiëerd. Heel veel andere werken, ook instrumentale werken, zijn hier voor het eerst keer geklonken. En zelden klinkt hier Bach. Want een operaorkest, ze houden van de muziek van Bach. Wie houdt er niet van Bach? Hè? Dat is heel duidelijk. Maar het is natuurlijk wel zo, die muziek uit te voeren, wanneer kun je dat doen? En daarom werd ik uitgenodigd als zogenaamde specialist om met zo'n orkest te werken. En vanmiddag wordt het concert in streaming uitgezonden. Want zoals u weet, je kunt tegenwoordig niet een publiek hebben bij de concerten. Helaas. Want ja, een orkest, een dirigent, een solist geniet van het publiek te zien. En daar zullen we helaas buiten moeten blijven vandaag. Er zullen gegarandeerd, zoals in Italië, wel op plekjes mensen zitten die niet door de camera gezien worden. En dat is ook fijn om dat te zien. Maar we zullen het moeten doen met elkaar. En we zullen met elkaar plezier moeten hebben om deze muziek te maken. Nog één woordje over brand in een theater. Want twee keer gebrand, zo'n theater, ja, dat kun je je bijna niet voorstellen. Maar vroeger, 17e, 18e eeuw, was het heel normaal dat een theater 2 tot 3 jaar bestond. En daarna ging het in vlammen op. Helemaal niet aangestoken. Maar als je denkt aan zo'n theater, alles is van hout. Hoe brandbaar is het? Er is altijd tocht overal. Als je in een theater loopt, dan voel je de tocht overal vandaan komen. Als je denkt dat er geen elektriciteit was, maar kaarsen. Mensen hielden kaarsen in hun hand om het libretto te lezen. Er werden spektakels gedaan met kaarsen, van heel weinig kaarsen aan en plotseling 3000, 30.000 kaarsen in één keer. Veel mannetjes waren bezig om dat te doen. Ook op het podium was alles van hout. Alle decors waren van hout. Dus alles was heel gemakkelijk in vlammen op te laten gaan. En dat gebeurde ook. Ik denk in Nederland ook, in Amsterdam. Aan de theaterbrand die in Amsterdam geweest is in de 18e eeuw, waar mensen gestorven zijn. Waar je nog gravures hebt, waar je ziet hoe de instrumenten al van het podium afgedonderd zijn. Waar ook een clavicymbal in de brand ging. Wat een afschuwelijk idee moet dat geweest zijn. Maar het gebeurde. En overal gingen altijd weer mensen. Overal gingen opnieuw mensen kwamen om het leven. Als je nou buiten het theater kijkt, dan denk je, wat moet het een verschrikking geweest zijn voor de mensen die in de Palazzi woonden rondom, want het is hier een prachtige buurt, hier de La Fenice. We zijn vlakbij San Marco, we zijn vlakbij de brug, de Rialtobrug. Alle huizen staan heel dicht op elkaar, met hele smalle straatjes, met heel veel kleine watertjes die er omheen lopen. Dus alles staat dicht op elkaar en ja, als er iets brandt, dan heb je natuurlijk zeker, kun je zeker zijn dat er meer gaat branden. Hier tegenover het theater staat een kerk. Die heeft behoorlijk wat schade gehad. Ze zijn begonnen met dat te restaureren. Toen overleed de pastoor. En toen dachten ze, het is veel makkelijker om de kerk dicht te doen. En als we de kerk gebruiken, en voor de biennale wordt die soms gebruikt, dan doen we de deur open, kijken we even waar we nog wat dingetjes moeten repareren. En zo gaat het wel weer verder. Als je in Venetië bent, en ik was er vaak, hoewel ik nooit in dit theater ben geweest. Schande, ik heb er nooit gespeeld, maar ik ben ook nooit op bezoek geweest om een opera te horen. Maar ik heb veel orgel en clavicymbal gespeeld in Venetië, in de prachtige kerken die er zijn, de prachtige academia's die er zijn. Een genot om er te zijn. Daar is een publiek wat van muziek houdt in Venetië. Maar Venetië hangt natuurlijk met de toeristen samen. We zijn nu in de tijd vlak voor Pasen, dus
De carnavalstijd was voorbij, maar carnaval was een belangrijk evenement in Venetië. Mensen kwamen er van heinde en verre naartoe. Vorsten kwamen in vol ornaat met een enorme cortège bij zich. Zogenaamd incognito, maar iedereen wist wie ze waren. Kortom, Venetië was een feest voor de muziek, om het te leven. En het is fijn hier te zijn. Zo, nu is het uit het theater gaan door een smal straatje naar het pleintje. Kijk, je ziet hoe klein zo'n straatje is. En rechts het theater, links de huizen. Wat bij de brand, hoe gevaarlijk het was hier. Je hebt overal kleine pleintjes. Dan kom je hier zo weer langs een pleintje. En kom je zo bij de kerk die schade heeft gehad bij de verbouwing, bij de brand van het theater. Overal kleine winkeltjes. Het is gewoon een heel gezellige stad om te lopen. Zeker nu voor mij er zo weinig toeristen zijn. Want het is heerlijk dat je zo weinig mensen tegenkomt. En het was natuurlijk vroeger, liep je altijd rond en dan liep je op de mensen. Maar nu kun je lekker helemaal alleen. Kijk naar de zon. Het is prachtig weer. Dit is de kerk waar ik het net over had. Die dicht is gegaan na de brand. Er ligt nog het een en ander aan puin naast de kerk, waar het zeker te maken heeft gehad met wat er kapot is gegaan. Maar ze zijn ook bezig met vezels te leggen voor de computer. Dus je weet niet wat is. Maar kijk, als je hier ziet alle rommel die hier staat. Als ik hier zie, dan denk je dat dit toch wel iets te maken heeft met de kerk zelf. En ja, het is ook prachtig hier. Je kunt hier gewoon lekker buiten zitten en een kopje koffie doen. Dat ga ik zo met mijn vrouw doen. Maar even nog de gevel laten zien van het theater. Kijk, dit is La Fenice. En het publiek moest hier via de trappen naar binnen. En dan zie je hoe mooi het toch weer hersteld is. Het is echt bijzonder, vind ik, om dit zo te zien. En met de vogel, La Fenice. Wat een prachtige buurt. Nou, we hebben een appartementje wat echt van hier af 10 meter lopen is, dus het valt mee. Ga lekker een kopje koffie drinken. Daar.